De burgemeester, dames schepenen, ik zie hier ook mevrouw de secretaris van de provincieraad, beste voorzitter van de gemeenteraad, gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden, meneer de voorzitter van Natuurpunt, beste natuurvrienden, want daarover gaat het toch vandaag. Sta mij toch toe om in de eerste plaats Oostkamp te feliciteren met deze ondertekening. Ik wil u eigenlijk danken daarvoor, omdat wij hier de kans krijgen een kort woordje tot u te richten, want het geeft ook mij de mogelijkheid te zeggen hoe belangrijk ik dergelijke initiatieven vind. Want 2010 werd door de Verenigde Naties inderdaad uitgeroepen tot een internationaal jaar van de biodiversiteit. En Natuurpunt heeft hierop ingepikt, met de mogelijkheid om lokale besturen een biodiversiteitscharter te laten ondertekenen. En daarmee neemt Natuurpunt onze lokale besturen mee op de trein van het rentmeesterschap. Het Vlaanderen dat wij gekregen hebben van hen die ons zijn voorgegaan, moeten wij zo ongeschonden mogelijk doorgeven aan hen die na ons komen. En we weten dat dit niet eenvoudig is. Er is een uitstervingscrisis gaande, waarbij door toedoen van de mens steeds meer planten en dieren wereldwijd gaan verdwijnen. En het verlies aan biodiversiteit en achteruitgang van die ecosystemen ondermijnt ook de voedselzekerheid, bescherming tegen natuurrampen, klimaatregulering, toegang tot schoon water en grondstoffen en ook, niet te vergeten, onze gezondheid. Maar de provincie West-Vlaanderen draagt zijn steentje bij. Op 6 maart ondertekenden wij met de provincie reeds dit biodiversiteitscharter. En dat ik nu zie dat steeds meer gemeenten hun wagon hangen aan de trein van de rentmeesters, stemt mij echt optimistisch. Dit bevestigt dat wij het goed voor hebben met de natuur. En als provincie focussen we ons op tal van mogelijkheden voor talrijke acties. En die acties bevinden zich vooral in de sfeer van het platteland, van natuurverbinding en ook onze eigen domeinen. Het verspreiden, centraliseren en optimaliseren van kennis is ook iets dat wij als provincie kunnen bevorderen. Weet je dat de provincie zomaar eventjes 1772 hectare domeinen en groene assen in beheer heeft? En dit beheer wordt zo natuurvriendelijk mogelijk uitgevoerd en er zijn soortgerichte projecten zoals heide- en beekherstel en het bouwen van vleermuizenkelders in de provinciale domeinen Tillegem, Bulskampveld en ook in de Raves. En via het provinciaal centrum van landbouw en milieu, jawel, van landbouw en milieu, werken wij aan de vorming en samen met onze landbouwers en ambtenaren. Bijvoorbeeld de cursus Leren Beheren die intussen loopt in Zwevegem en eigenlijk bedoeld is om de landbouwers en natuurliefhebbers gezamenlijk allerlei praktische kennis over het denken en het doen van beide werelden bij te brengen. En dit lukt. Door onze akkervogel-experimenten is er tegenwoordig een pakket beheersovereenkomsten voor akkervogels beschikbaar voor onze landbouwers. En vanuit de provincie gaan we dan ook in de loop van 2010 een aantal initiatieven nemen rond de solitaire bijen. En hierbij wordt een integrale aanpak beoogd waarbij zoveel mogelijk partners zullen betrokken worden. En naar zoveel mogelijk verschillende doelgroepen op verschillende manieren gecommuniceerd worden. De provinciale bezoekerscentra zullen hierbij een actieve rol spelen. En op 17 april, heel binnenkort, organiseert de provincie in samenwerking, jawel, met de gemeente Knokke-Geest, een symposium over de bijenproblematiek. En nog een belangrijk initiatief van de provincie dat ik toch wil aanhalen vanavond, is de 1000 Soortendag. Die in het weekend van 29 en 30 mei wordt georganiseerd samen met de lokale natuurpuntafdelingen en het regionaal landschap West-Vlaamse Heuvels. En het is eigenlijk de bedoeling om tijdens dat weekend
natuurkennis zoveel als mogelijk soorten op naam proberen te brengen in een bepaald gebied. Zo krijgen we zicht op de biodiversiteit in de randstedelijke gebieden. En dat is eigenlijk het thema van een belangrijk Europees project met de welluidende naam BIPS. En dat precies is het doel om de natuurwaarden in de stadsrand te gaan versterken. Misschien kunnen resultaten ervan volgend jaar op de Natuurstudiedag gepresenteerd worden. U merkt het, de provincie is actief op meerdere fronten. Met grote, maar ook met kleine bijdragen. En hier in Oostkamp hebben jullie onze boodschap meer dan goed begrepen. Jullie stappen mee samen met ons op de trein richting een toekomst in een regio met een mooi en groen uitzicht. En dat zorgt dan weer voor extra toeristen, voor wandelaars, voor fietsers en andere gebruikers van deze prachtige open ruimte hier in de streek. Gezien zij ook de accommodaties en de horeca in de omgeving gebruiken, is het daarboven economisch ook een sterke troef. Waarom niet? De biodiversiteit is eigenlijk heel belangrijk, omdat heel de natuur erop steunt. Elk deeltje geeft eigenlijk zijn functie. En als er eentje wegvalt, raakt de natuur in de war. En met een ongezonde natuur kunnen we geen gezonde economie hebben. Onze economie verliest er uiteindelijk ook mee. Een gezonde, duurzame economie kan alleen bereikt worden als we onze leefomgeving gezond houden. En als overheid moeten wij ambitieuze doelstellingen vooropstellen. Zowel economische en sociale, maar ook, en heel belangrijk, die ecologische. Maar de weg naar die doelstellingen moet eigenlijk een brede, open weg zijn. Een weg die men zowel links en rechts als in het midden kan bewandelen. En waarop men af en toe kan verpozen om nadien wat sneller te kunnen stappen. Het is de weg die de provincie wil blijven bewandelen in een samenwerking met u, hier in Oostkamp, maar ook met alle lokale besturen en natuurverenigingen. Ik dank u.